Hallo, welkom bij de 7e aflevering van Taalklas.nl. Fijn dat u weer kijkt. Heeft u dat ook wel eens, van die mensen die u iets willen verkopen aan de deur? In het volgende filmpje is de verkoper wel een hele lastige man. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik kom u iets laten zien. Oh, ik ben nieuwsgierig. Ik heb hier namelijk een schoonmaakmiddel. Let op. Past u wel op mijn huisnummer? Natuurlijk. Zo, dat werkt goed. Mijn huisnummer! Meneer, aan de deur wordt niet gekocht. Aan de deur wordt niet gekocht? Nee. Nou, dan kom ik toch even binnen. Misschien moet ik u even laten zien hoe goed je hiermee de ramen kunt lappen zonder emmer en spons. Zonder emmer en spons? Ja, let op. Ach, die buren. En het is ook veel te donker zo. Oh, dan doen we toch even het licht aan. Mijn gordijn, meneer! Mijn mooie bloempot! Nou, daar heb ik het warm van gekregen. Heeft ze niet iets te drinken? Ja, nee natuurlijk, nee! Dat is mijn beker! Lekker, er zit thee in de beker. Ja, dat is mijn thee. Mooie bank. Dat is een hele dure bank, meneer. Mooie deken? Ja, die is voor mijn koude voeten. Jammer van die vlek in die deken. Welke vlek? Maar daar weet ik wel iets op. Nee. Let eventjes op, hè. Nee. Ah, mijn kussen! Meneer, u breekt mijn hele huis af. Ik ben het zat! Let op! Mijn pet. Zo, een mooie schone pet. Ik had u nog zoveel willen laten zien. Mijn huis uit, meneer. Mijn huis uit. Dat is ook heel handig in de badkamer. Vandaag bij me in de studio. Gular, Idris en Doree. Welkom. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Ja, je zou zo'n man in huis hebben. Hè, die je van alles nog wat wil verkopen. Doree, heb je ervaring ermee? Ja, inderdaad. Ik heb wel een beetje slechte ervaring van zulke man. Ja, vertel eens. Hij was bij ons gekomen om middel te verkopen, om vlekje eruit te halen. Ja. Maar inderdaad, toen hij gewezen had, die middel werkt goed. Daarna hebben we gekocht. Ja. Maar en thuis, ik heb uitgeprobeerd, maar geloof het aan mij, die ding werkt helemaal niet. Het werkt gewoon niet. Ja, dus dat was die eerste en laatste. Dan, wij maken nou nooit meer deur open van zulke mensen. Nee, je koopt niet meer aan de deur. Nee. En jij, Idris? Eigenlijk, ik heb niet zoiets meegemaakt, maar de film was leuk om te kijken. Ja, nou gelukkig dat je zoiets niet meegemaakt hebt, toch? Nee. Hé, we gaan beginnen met de oefeningen. Ja. Ik noem een woord en jullie moeten zeggen welk plaatje erbij hoort. Het eerste woord is voor Doree. De beker. De beker. Doree, is dat plaatje 1, 2 of 3? De beker staat op eerste plaatje. De beker is plaatje 1, juist. De pet, Doree, de pet. Die pet staat op derde plaatje. Plaatje 3 is de pet. De bloempot, Doree, de bloempot. Die bloempot staat op die derde plaatje. Juist. Idris, de spons, de spons. Plaatje 1, 2 of 3? Ik zie de spons op de plaatje 2. Plaatje 2 is de spons. De straat, Idris. De straat. Ik zie de straat op de plaatje 1. Plaatje 1 is de straat, juist. Het fornuis, Kular. Het fornuis. Plaatje 1, 2 of 3. Fornuis, een lastig woord. Plaatje 3. Juist. Plaatje 3, hè, vind je in de keuken. Nog één voor jou, Kular. De emmer. De emmer. Plaatje 2. 2 is de emmer. Idris. De vrachtwagen. De vrachtwagen. Oh, ik zie de vrachtwagen op plaatje 3.
Plaatje 3 is de vrachtwagen volgens jou. Plaatje 1, sorry. Plaatje 1, dat maakt niet uit. Daar plaatje is de vrachtwagen. En hier zien we het huisnummer. Ik had anders. Doré. Twee emmers. Die twee emmers staat op derde plaatje. Juist. En nog even jou, Doré. Het gordijn. Het gordijn is op eerste plaatje. Juist, hij hangt voor je ramen, zien we een gordijn. Ja. De laatste drie zijn voor u. De man. Op welk plaatje ziet u een man? Plaatje 1, 2 of misschien wel 3. Doré, wat denk jij? Die man staat op tweede plaatje. Juist. Nog één voor u. De lamp. Plaatje 1, 2 of 3. De lamp. Doré, wat denk jij? Die lamp staat op derde plaatje. Dus plaatje 3 is de lamp. En de laatste voor u. Twee gordijnen. Wat denkt u? Is het plaatje 1, 2 of 3? Doré. Die twee gordijnen plaatsen op de tweede plaats. Is er. Plaatje 2, twee gordijnen. Juist. De volgende oefening. Wat vind je in een huis, Idris? Wat vind je in een huis? Noem twee plaatjes. Ik vind in een huis gordijn en fornuis. Gordijn op plaatje 1 en een fornuis in de keuken. Op plaatje 2, juist. Gular, wat vind je op een bed? Plaatje 1 en plaatje 3. Ja. En plaatje 1, kan je me vertellen wat het is? Een laken. Laken. Het is niet zo goed te zien misschien, maar het is een laken waar je onder kan slapen. En plaatje 3 is... Kussen. Juist. Nog één voor jou, Gular. Wat gebruik je met schoonmaken? Plaatje 2 en 3. Plaatje 2 en 3. Zeep en spons. Spons en een zeepje. Juist. Idris, wat gebruik je om de ramen te lappen, hè, om de ramen schoon te maken? Wat gebruik je? Je gebruikt emmer. Juist. Plaatje 1. Je gebruikt een spons op plaatje 3. Perfect. De laatste twee zijn voor u. Wie kunnen je buren zijn? Buren zijn de mensen die naast je wonen. Wie kunnen je buren zijn? 1, 2 of 3? Doré, wil jij de mensen thuis helpen? Ja hoor. Plaatje 1 is een man en plaatje 2 is een vrouw. Dus buurman en buurvrouw. Perfect. Buurman en buurvrouw. Juist. Ja. En de laatste voor u. Wat vind je op school? Plaatje 1, 2 of 3? Doré? Op school vind ik plaatje 3, tafel. Een tafel is handig. Een tafel en plaatje 1 is map. Of een schrift. Ja. Of iets waar je iets in kan schrijven. Juist, dus een schrift en een tafel. Vind je op school? Ja. De volgende oefening. Deze oefening gaat over het filmpje dat u net gezien heeft. De vrouw belt aan. Is dat goed of niet goed? Idris, als je terugdenkt aan het filmpje. Ja, als je terug aan het film denkt, dan niet goed. Niet goed. Man belt. Het is een man. Het moet zijn, de man belt aan. Dan had het goed geweest. De volgende. De man maakt de ramen mooi schoon. Gular. Dat is niet goed. De man maakt de ramen slecht schoon. Hij maakt ze alleen maar vies. Hij maakt er een zooitje van. Ja. De man drinkt de thee van de vrouw. Idris. Dat is goed. Dat is goed. Juist, zit hij gewoon haar thee op te drinken. De man verkoopt schoonmaakmiddel. Doré. Dat is wel goed. Dat is goed. Hè, maar of het echt werkt? Nee, dat niet. De laatste twee zijn voor u. De vrouw wil dat de man weggaat. Goed of niet goed? Wat denkt u? Doré, wat denk jij? Is goed. Is goed. He, zo snel mogelijk. Ja, zo snel moet je. Ja. En de vrouw is blij als de man weggaat. Wat denkt u? Is dat goed of niet goed? Idris, wat denk jij?
Dat is goed. Dat is goed. De vrouw is blij als die man eindelijk weggaat. Hey, jullie zijn vast wel eens een keer verhuisd. Gülar, klopt dat? Ben je wel eens verhuisd, dus van het ene naar het andere huis gegaan? Ja, hoe ging keer. Dat bij jou? Een hele klus, veel werk denk ik? Nee, niet veel werk. Alles mijn vriendin gaat. Ja. Ik heb alleen opruimen gemaakt. Oké, dus je vriendin heeft geholpen? Ja. Oh, geweldig. Dat is altijd makkelijk toch als je geholpen wordt? Ja. Ja. En jij Idris, ben je wel eens verhuisd? Ja, ik ben ook verhuisd. Werd je ook geholpen? Ja. Ja? Gewoon. En waar naartoe ben je verhuisd? Waar kwam je vandaan? En waar ging je juist wonen? Ik woonde ook vroeger in Den Haag. Ja? In de Langdijkstraat. En ik van daar verhuisde naar Herzogstraat. Ja, oké. Okay. Dus we zijn eigenlijk allemaal wel een keer verhuisd. Doreen vast ook wel? Nee, ik ben nooit verhuisd. Oh, jij bent nee, ook nooit verhuisd? Toevallig. Oké, okay, nee, dus nooit, je woont nee. nog lekker in hetzelfde huis. Ja. Ja. Nou, laten we gaan kijken en luisteren naar een liedje dat gaat over verhuizen. En in dit filmpje worden de mensen ook geholpen. Maar ja, dan kan je natuurlijk niet zelf op de bank gaan zitten. Ik ga verhuizen naar mijn nieuw huis. Krijg nieuwe buren, bank en fornuis. Ik ga verhuizen naar mijn nieuw huis. Nieuw gordijn, nieuwe straat, mijn nieuwe huis. Mijn huis, mijn huis, mijn huis, mijn huis. Mijn huis, mijn huis, mijn huis. Ik sjouw de dozen naar mijn huis. Ik haal ze uit de auto voor de deur. Ik sjouw de dozen naar mijn huis. Gevuld met heel veel spullen voor mijn huis. Voor mijn huis, mijn huis, mijn huis, mijn huis. Mijn huis, mijn huis, mijn huis. Ik denk na. Over mijn huis, er moet nog heel veel gebeuren. Wat een werk. Ik denk na over mijn huis. Moet nog schrobben, poetsen, wassen. In dit huis, dit huis, dit huis, dit huis. Dit huis, dit huis, dit huis. Ik klap de ramen van mijn huis. Ze zijn bedekt met een dun laagje stof. Ik klap de ramen van mijn huis. Pak een spons en emmer water in mijn huis. In mijn huis, mijn huis, mijn huis, mijn huis. Mijn huis, mijn huis, mijn huis. Ik zet thee in mijn huis. Zet wat water op het vuur van het fornuis. Ik zet thee in mijn huis. Neem wat suiker en wat melk en een koekje erbij. In mijn huis, mijn huis, mijn huis, mijn huis. Mijn huis, mijn huis, mijn huis. Ik denk even na. In mijn huis, er moet nog veel gebeuren, wat een werk. Ik denk even na, in mijn huis, ik vraag de buren om wat hulp. Met mijn huis, met mijn huis, mijn huis, mijn huis, mijn huis. Mijn huis, mijn huis, mijn huis. Heden gaat de bel van mijn huis, wie zou dat dan kunnen zijn voor de deur? Heden gaat de bel van mijn huis, ik heb het eigenlijk veel te druk. Met mijn huis, met mijn huis, mijn huis, mijn huis, mijn huis. Mijn huis, mijn huis, mijn huis. Ik stap naar de deur in mijn huis. Hé, het zijn de buren uit de straat. Ik stap naar de deur van mijn huis. Ik krijg een bloempot met de plant voor mijn huis. Voor mijn huis, mijn huis, mijn huis, mijn huis. Mijn huis, mijn huis, mijn huis. Ik rust even uit in mijn huis. Ik heb veel gedaan en ben doodmoe. Ik rust even uit in mijn huis. Ik kijk wat rond en haal diep adem. Ik voel me thuis. Dit is mijn huis, mijn huis, mijn huis, mijn huis. 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 Nou, zij gaat er in ieder geval lekker bij zitten. De volgende oefening is een werkwoordsoefening. Werkwoorden zijn hele belangrijke woorden en daarom gaan we ermee oefenen. Werkwoorden zijn actiewoorden, woorden die iets doen. Bijvoorbeeld fietsen, lopen, zwemmen. En we gaan er nog veel meer tegenkomen. Het is best wel lastig, dus belangrijk om te oefenen. Kijkt u mee. Kies het goede woord. We hebben de zin, ik, puntje, 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 met een vrachtauto. En we kunnen kiezen tussen pet, lamp en verhuis. Doré, wat is het woord dat hier op de stippenlijntjes moet komen? Ik verhuis met een vrachtauto. Ik verhuis met een vrachtauto hè, of vrachtwagen. Vrachtwagen. Ik verhuis. Hè, en verhuis noemen we dan het werkwoord. Werkwoord, juist. Idris, hij, puntje, 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 de ramen. En je kan kiezen uit man, lat en fornuis.
Hij lapt de ramen. Juist, hij lapt de ramen. En je kan ook zeggen, hè, hij maakt de ramen schoon of hij zeemt de ramen. Dat betekent allemaal hetzelfde. Gular, de buren, puntje, 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 de doos, de trap op. En je kan kiezen uit huisnummer, thee en schouwen. De buren schouwen de doos de trap op. Juist, hè? De buren schouwen de doos de trap op. Hè? Ze tillen hem naar boven die trap op. En deze is voor u. Ik, puntje, puntje, mijn broek en nog een keer puntje, puntje. En u kunt kiezen uit spons op of hijs op of straat op. Nou, wat zou het moeten zijn, Doree? Ik hijs op mijn broek. Ik hijs mijn broek. Oh, spons op mijn broek. Is die het? Ik denk het wel. Hey, ik spons mijn broek op. Nee. 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 Wat is het dan, denk je? Hijs op. Ik hijs mijn broek op, ja. Juist. En weet je ook wat betekent? Nee. Jij toevallig, Idris? Nee. Nou, als je broek een beetje afgezakt is, dan kan je hem zo weer een beetje naar boven hijsen. Oh, dat ja. Dat doen we opwijzen. Nou, het is een raar werkwoord, ja, want het bestaat daarom uit twee delen, zie je? Hijs en op. Hijs mijn broek op, ja. En de laatste voor u. Wij, puntje, 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 samen de thee. En u kunt kiezen uit zetten, voelen en denken. Wat zou het zijn, Idris? Wij drinken samen de thee. Ja, dat is een mooie zin, maar drinken zie ik hier niet bij staan. Je kan kiezen uit zetten, voelen of denken. Wij zetten samen de thee dus. Juist. En wij zetten samen de thee. Juist. Nou, dit is weer een werkwoordsoefening. En nu moet u bij de persoon het goede werkwoord kiezen. Ik zal het eerst nog een keertje uitleggen. Kijk, bijvoorbeeld bij de persoon ik krijgen we voel. Hè? Er komt niks achter. Dus ik voel. Maar bij jij, als jij de persoon is, dan komt er een T bij. Dus het jij voelt. En ook bij hij en zij komt er een T bij en is het hij voelt en zij voelt. Als wij de persoon is, dan komt er EN achter. Dan hebben we wij voelen. En ook bij jullie komt er EN achter en is het jullie voelen. Dus ik voel, jij voelt, met een T erachter. Hij voelt en zij voelt, hè, ook allebei met een T erachter. Wij voelen en jullie voelen. Nou, het is best een beetje lastig. Dus ik ben benieuwd. Doree, zou je eerst de zinnen voor willen lezen? Hè, welke zin is goed? Ik denk aan moeder. Ja, zou je ze eerst willen voorlezen? Ik denk aan moeder. Ja. Nummer 2 is ik denk aan moeder. Nummer 3 is ik denk aan moeder. Ik denk met T aan moeder. Ja. En welke is goed, denk je? En die nummer 2, ik denk aan moeder, dat is goed. Heb je helemaal goed. Hè? Ik denk aan moeder, bij ik komt er niks achter. Ja. Juist. Idris, zou je eerst de zinnen voor willen lezen? Ja. Jij lapt de ramen. Jij lapt de ramen. Jij lapen de ramen. De nummer... Lastig, hè? Jij, nummer 2 en 1. Jij lapt de ramen. Is 1 of 2 goed? Is 1. 1. Jij lapt de ramen, heb je goed. Ja. Want bij jij, als jij de persoon is, komt er een T achter. Ja. En hier staat die T niet. Goed gedaan, Idris. Gular, deze zijn voor jou. Hij schouw. De doos. Schouwen. Schouwen. Ja, lastig woord. Ja. Hij schouwen de doos. Hij schouw de doos. Hij schouwt de doos. Derde is goed. De derde is goed. Komt een T. Er komt een T achter omdat we hij hebben. He, en sjouwen, dat betekent tillen. He, iets tillen, oppakken, iets tillen, iets sjouwen. En de laatste twee zijn weer voor u. Ik zal ze voorlezen. Wij drinken de thee. Wij drinken de thee. Wij drinkt de thee. Welke zin is goed? 1, 2 of misschien wel nummer 3. Idris, wil jij de mensen thuis helpen? Wat denk jij? Ja, graag. Wij drinken de thee. Dat is nummer 2. Ja. Nummer 2 is goed. Wij drinken de thee.
Want we hebben te maken met wij en dan komt er en achter. Ja, meervoud. Meervoud, goed. Ja. En nog één voor u. Jullie verhuizen in de zomer. Jullie verhuis in de zomer en jullie verhuist in de zomer. Zin 1, 2 of 3. Welke zin is goed? Doré? Jullie verhuizen in de zomer. Dat is de juiste zin. Nummer 1, hè? Ja. Heb je goed. En erachter. Ja. Omdat het meervoud, meervoud is, hè? We is. Hebben te maken met jullie. Ja. In de volgende oefening moet u het goede woord kiezen. Wat is goed? Is de spons onder de emmer of is de spons in de emmer? Gular. Is de spons onder de emmer of in de emmer? Is de spons in de emmer. De spons is in de emmer. Ja. Heeft een man een pet op of over Gular? Een man een pet op. Juist, hè? De man heeft een pet op. En niet over of zo, hè? Dat gebruiken we niet. De man heeft een pet op. Juist. Idris. Rennen kinderen in een schoolplein of op een schoolplein? Dus rennen kinderen in een schoolplein of op een schoolplein? Op een schoolplein. Je rent op een schoolplein. Juist. De laatste is voor u. Is het fornuis achter de keuken of in de keuken? Is het fornuis achter de keuken of in de keuken? Doré. De fornuis is in de keuken. Juist. Het fornuis is in de keuken. Ja, we zijn alweer bij de laatste oefening en dat is de puzzel. We hebben de zinnetjes. Zij wonen naast je, hangt voor het raam, hele grote auto, kan je uit drinken, leg je je hoofd op en daar woon je in. En we hebben de volgende woorden. Beker, buren, kussen, gordijn, huis en vrachtwagen. Ik ben benieuwd. Gular, zou jij willen beginnen? Het is natuurlijk lastig, hè, om te beginnen. Zij wonen naast je buren. Ja, dat noemen we buren. Juist. Nog één, Gular. Hangt voor het raam gordijn. Juist. Gordijn hangt voor het raam. Idris. Hele grote auto, waar hoort dat bij? Bij welke woorden? Hoort bij vrachtwagen. Een vrachtwagen is een hele grote auto. Auto, ja. En Idris, kan je uit drinken? Ik kan uit een beker drinken. Je kan uit een beker drinken, juist. En de laatste twee zijn voor u. Leg je je hoofd op? Leg je je hoofd op? Waar kan je je hoofd op leggen? Doré? Je kan op kussen je hoofd leggen. Ja, lekker gaan slapen. Ja. Je legt je hoofd op een kussen. Ja. En daar woon je in. Daar woon je in. Doré? Een huisje, daar woon je. Juist, je woont in een huis. Prima. Dat is ook allemaal goed. Ik kan me zo voorstellen dat u nog veel meer wilt oefenen. Nou, dat kan. Het kan op internet. Als u internet nou nog een beetje lastig vindt, vraag dan iemand om te helpen. Want het is hartstikke leuk, die oefeningen. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik wil jullie drie hartstikke bedanken voor jullie aanwezigheid. Graag gedaan. Ik wil u ook hartelijk bedanken voor het kijken. Ik hoop dat u weer heel veel geleerd heeft. Wilt u nog meer leren? Kijk dan volgende keer weer naar een andere taalklas.nl. Tot dan!